Dames en heren, de steeds ouder wordende bevolking en de wens om langer vitaal te leven vraagt om nieuwe biomedische technologieën. Een van dit soort technologieën is de regeneratieve geneeskunde. In de regeneratieve geneeskunde probeert men materialen te gebruiken om een deel van het lichaam, een deel van een weefsel of een deel van een orgaan te herstellen. Deze materialen kunnen niet zomaar een kunststof zijn, want u kunt zich voorstellen dat een plastic boterhamzakje niet de cellen in ons lichaam kan instrueren om een deel van het weefsel te laten herstellen. Wat wij doen in ons onderzoek is, we proberen een nieuw materiaal te ontwikkelen dat wel deze cellen kan instrueren om bijvoorbeeld te gaan delen of om te gaan differentiëren. En de chemie die we hiervoor gebruiken is de zogenaamde supramoleculaire chemie. In de supramoleculaire chemie maken we moleculen en bouwen we met deze moleculen een nieuw materiaal. Hoe ziet zo'n molecuul er nu uit? Een van onze werkpaden is de uridopyrimidongroep, de Yupi-groep in het kort. En die verbeelden wij in de chemische structuur als een molecuul wat er als zoiets uitziet. Dus dit is een Yupi-groep. Maar u kunt zich voorstellen dat dit niet voor iedereen tot de verbeelding spreekt. Daarom heb ik ook een andere soort bouwdoos meegenomen. En dat is eigenlijk de bouwdoos die mijn zoon gebruikt om grote kastelen te bouwen. Dat zijn de zogenaamde Lego-blokjes. Dus u kunt moleculen eigenlijk voorstellen als Lego-blokjes. En met deze Lego-blokjes kunnen we materialen en eigenlijk gebouwen bouwen. U kunt zich voorstellen dat we verschillende kleuren kunnen gebruiken en daardoor functie kunnen geven aan het materiaal. We kunnen één simpele stapel maken, zoals dat ook in het filmpje is uitgebeeld. Maar we kunnen ook bijvoorbeeld een meer complexe structuur maken. En deze complexe structuur kunnen we als materiaal gebruiken om uiteindelijk cellen op te groeien. En wat wij nu willen in ons laboratorium is een materiaal maken wat we kunnen implanteren in de patiënt. En dat dat materiaal de juiste signalen geeft aan de cellen om het weefsel in situ, dus in het lichaam, te regenereren. Toepassingen waar we aan werken zijn bijvoorbeeld het maken van een nieuw dialysemembraan, zoals u heeft gezien in het filmpje. Maar dit veld is nog veel breder. We werken bijvoorbeeld ook met onderzoekers samen aan onze universiteit en aan UMC Utrecht om bijvoorbeeld een hartklep te maken of een bloedvat wat zichzelf kan regenereren. En dat doen we op basis van dit supramoleculair biomateriaal. Ik hoop dat ik u in dit korte tijdsbestek heb kunnen laten zien hoe wij moleculen gebruiken om nieuwe materialen te bouwen. En dat u hopelijk in de toekomst daar nog meer van hoort. Dank u wel.